Hoi en super leuk dat je weer meekijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video ga ik met jullie de boeken bespreken die ik heb gelezen in de maand maart. Het waren niet super veel boeken, maar ik heb wel een aantal mooie boeken gelezen. Het waren vooral wat grotere boeken. Ik ga je even globaal vertellen waar het boek over ging en wat ik ervan vond. Dus mocht je benieuwd zijn naar welke boeken ik heb gelezen en of ik je ze zou aanraden, zou ik even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Het eerste boek dat ik las is het boek Liefde of Lust. Dit is geschreven door Fieke Land. Zij is echt ook wel een van de schrijvers waar ik de boeken heel erg leuk van vind. Dit boek gaat over Natalia en Hunter. Zij ontmoeten elkaar op een bruiloft, maar het is eigenlijk meer lust op het eerste gezicht. Ze voelen niet direct liefde. Natalia heeft heel veel knappe mannen met een te groot ego, zoals Hunter, al een tijdje eigenlijk afgezworen. Zij woont in New York en hij woont in Californië. Dus het is eigenlijk niet heel moeilijk om bij hem uit de buurt te blijven. Als ze afscheid nemen, geeft ze hem dan ook een verkeerd telefoonnummer. En hij probeert haar daar steeds op te contacten, maar hij krijgt haar dus niet te pakken. En dat blijkt dus het telefoonnummer van haar moeder te zijn. Maar eigenlijk een jaar later lopen ze elkaar dan toch weer tegen het lijf. En ze merken nog steeds wel dat er aantrekkingskracht tussen hun is. En Hunter die moet dan voor een werkopdracht meerdere weken in New York blijven. En hij stelt voor om die weken samen door te brengen. Dus ze hebben dan ook een duidelijke einddatum. Dus het is gewoon leuk dat ze met elkaar kunnen gaan eten of wat leuke dingen kunnen doen. En ook wel natuurlijk op lichamelijk gebied wat dingen te doen. Maar het is geen relatie. Voor Natalia ja, klinkt dat eigenlijk heel goed. Het is tenslotte alleen lust, geen liefde. En dan is toch de vraag, speelt er meer? Uiteindelijk komt Hunter ook een paar keer bij haar moeder. Dus het wordt toch wat meer intenser dan dat het eigenlijk de bedoeling was. Omdat normaal gesproken ontmoet je familie dan elkaar niet en zo. Het is best wel een hele moeilijke strijd op een gegeven moment. Omdat ze toch wel merkt dat ze toch wel gevoelens voor hem krijgt. En hij ook wel voor haar. Maar ja, de afstand is gewoon een heel ding. Uiteindelijk komen ze toch na heel veel hobbels wel samen. En ik vond het wel gewoon een heel, heel mooi boek om te lezen. Zoals ik al zei, ik ben dol op de boeken van Fieke Land. En ja, ik vond het echt wel een heel mooi boek. Dus ik zou hem zeker aanraden als je van dit soort boeken houdt. Het volgende boek wat ik las is Hij. Deze is van Hannah Hill en dit komt uit het Alex Duet 1. Hier is helaas niet heel veel over te vertellen omdat het een beetje van de hak op de tak gaat. Romantiek, relaties en liefde, dat is niks voor deze hoofdpersoon. Hij is verlost van het leven waarin zijn toekomst was vastgelegd. Want dit is eigenlijk ook weer een soort van spin-off van een eerdere boekenserie. Hij zat eerst bij de maffia. En daar heeft hij uiteindelijk van los kunnen komen. Dus hij kan nu een heel vrij leven leiden. Hij had eigenlijk nog één doel voor ogen en dat was genieten van het leven. Zekerheid en zelfkennis begon wel een beetje schuurtjes op te lopen. Want daar kwam een meisje in zijn leven. En ik moet je heel eerlijk zeggen, ik weet even niet meer hoe dit meisje heet. Want het is alweer een tijdje geleden dat ik dit boek gelezen heb. Dat meisje was eigenlijk alles wat hij wilde. Maar hij wist eigenlijk niet dat hij dit wilde. Ook de romantiek, relaties en liefde was niks voor het meisje. Ze was ver weg van huis, want ze is eigenlijk op de vlucht. Maar waarvoor ze op de vlucht is, dat is nog steeds niet helemaal duidelijk. Zij verblijft eigenlijk een paar maanden op een plek en dan gaat ze weer verder. Zij had een ander doel en dat was haarzelf terugvinden en alles uit het ene jaar van vrijheid te halen. Maar in plaats van dat zij zichzelf vond, vond ze deze Alex. Hij was alles waarvan zij had kunnen dromen, maar nooit zou kunnen krijgen. Dit was eigenlijk het enige wat ik hierover kan vertellen. Want dit boek is best wel een beetje zo opgebouwd. Ik wist ook even niet meer, ik had niet gelijk meer het beeld voor me van wie is Alex. Dus dat was best wel lastig. Helemaal omdat ik heel erg benieuwd ben waarvoor dit meisje dus op de vlucht is, maar dat eigenlijk nog niet duidelijk wordt. Ik heb inmiddels deel 2 heb ik al binnen, alleen ik moet er nog in beginnen met lezen. Dus ik ben wel heel erg benieuwd naar het vervolg.
Maar het is wel verstandig om de vervolgboeken ook te lezen, zodat je een beetje het idee heeft wat Alex eerder heeft meegemaakt. En ja, vandaar dat het een beetje moeilijk is om dit boek echt duidelijk uit te leggen. Het volgende boek wat ik las, dat is het boek Liefde. En dit is het boek van Natasha Madison. En deze komt uit de spin-off serie. Dit boek gaat over Vivienne en zij wordt nooit verliefd. Dat is ook haar motto. Ze probeert zich eraan te houden, want zij heeft één keer haar hart laten breken en dat was voor haar voldoende. Ze wilde dat ook nooit meer meemaken, maar toen kwam ze Mark tegen en dat was eigenlijk bedoeld als een one-night stand. Het zou niet zo moeilijk moeten zijn om deze regels te volgen, want dat is gewoon haar ding wat zij wil. Alleen bij Mark kwam ze toch steeds weer terug, want het kwam steeds vaker. Ze kwamen elkaar steeds vaker tegen en ze hadden het steeds leuker. Ze raakte op een gegeven moment gewoon een beetje de tel kwijt hoe vaak ze elkaar al hadden gezien. En als ze ook niet oplette, dan liet ze haar schild ook zakken. En ja, dat vond ze best wel moeilijk. Mark wordt ook wel Private Mark genoemd, want over Mark is helemaal niks bekend. En zijn hele leven is eigenlijk gewoon één groot geheim. Ze hebben eigenlijk 2 jaar om elkaar heen gedanst, Mark en Vivienne. En hij wilde haar op een gegeven moment ook niet meer laten gaan. Alleen hij dacht dat ze op dezelfde golflengte zaten. En dat zaten ze dus niet, want Vivienne wilde geen relatie en Mark wilde dat uiteindelijk wel. Hij dacht dat ze ook echt iets groots aan het opbouwen was, maar toen bleek toch dat hij het heel erg mis had. Hij werd verliefd op haar en zij probeerde zichzelf ervan te overtuigen dat het maar tijdelijk was. Ze dacht ook dat hij weg zou lopen zoals alle andere mannen zouden doen. En dan is het voor hem tijd om haar ervan te overtuigen dat ze hun een kans moet geven. En ja, dat het toch wel echt liefde is. Uiteindelijk doet ze dat ook wel, maar er zitten wel heel veel hobbels in de weg bij dit boek. Maar ik vond het toch wel weer een heel mooi boek. Want ik heb ook al heel veel boeken van Natasha Madison gelezen. En ook dit boek sprak me zeker weer heel erg aan. En vond ik ook een heel mooi verhaal. Het volgende boek vond ik ook wel heel erg leuk. Dit is het boek Gonna Catch Pikachu van Lily Frank. Dit boek gaat over Jenny. En zij heeft op een gegeven moment een verkleedfeestje van iemand die zij wel leuk vindt. En daar komt ze een dronken, onbekende man tegen in een Pikachu-pak. Hij zet haar alleen vreselijk voor paal, want tijdens het dansen struikelt zij en gooit ze alle drank om. En ze voelt zich zo vernederd op dat moment. En ze is heel erg boos op deze onbekende man in zijn Pikachu-pak. En zij verlaat dan ook het feestje. Want ze staat voor paal voor de man waar zij verliefd op is. Kort daarna haalt een goede vriendin haar over om samen Pokémon Go te gaan spelen. Want zij heeft weer een jongen ontmoet en die speelde dat en ze vindt dat helemaal leuk. Dus nou ja, Jenny is eigenlijk niet echt heel erg enthousiast van nou, wat is dit nou weer. Maar uiteindelijk begint ze toch wel leuk te vinden. Dan gaat ze op een gegeven moment naar huis en dan vangt ze toch een Pikachu. Maar bij het bos komt zij een onbekende man tegen die dus ook dit spel speelt. En hij helpt haar nog om een paar goede Pokémon's te vangen. En ze krijgt helemaal de smaak te pakken. Deze onbekende man heet Victor. En ze voelt ook gelijk een hele leuke klik met hem. En ze komt hem eigenlijk later vrij snel weer tegen. En omdat het keihard regent, wil ze gaan schuilen in een soort speelhuisje. En hij zit daar ook. En dan komt een van die vrienden die ook op dat feestje was, die komt langs en die zegt van nou, ik had niet verwacht dat jullie hier zo gezellig samen zouden zitten. Want Victor blijkt dus die onbekende man in dat Pikachu-pak te zijn geweest. Op dat moment wil ze ook helemaal niks meer met hem te maken hebben. Ze wil in het begin Pikachu ook helemaal niet vangen, want ze heeft zoiets, ik ben helemaal klaar met Pikachu. Maar ja, uiteindelijk vindt ze het spel zo leuk en mist ze het ook wel om samen met Victor Pokémon Go te spelen. En komen ze toch bij elkaar, ondanks Pokémon Go. Ja, ik vond dit verhaal heel leuk. Want ik heb zelf ook best wel lang gespeeld Pokémon Go. En ik vond het ook echt wel heel erg leuk. Dus ik vond het heel erg leuk dat hier een verhaal opgemaakt was. Dus als je van korte verhalen houdt met ook wel wat humor erin, dan is deze ook zeker een aanradertje.
Het volgende boek wat ik las is Hope Again van Mona Kasten. En dit boek gaat over Everly Penn. En zij was nooit van plan om verliefd te worden. En Edel al helemaal niet op haar docent. Maar haar docent Nolan Gates is charmant, intelligent en sexy. En de enige die Everly de duistere gedachten kan laten vergeten die ze sinds haar kindertijd achtervolgt en die haar wakker houdt. Maar ze leert Nolan eigenlijk steeds beter kennen en ze voelt ook gewoon een hele sterke band met hem. Eigenlijk ook wel als een soort goede vriendschap. En ze wil eigenlijk zichzelf helemaal openstellen voor Nolan. Maar ze weet eigenlijk niet dat achter Nolans levenslustige leven ook een groot geheim schuilt. En dat zou hun liefde voorgoed kunnen vernietigen. Voordat hij zelfs maar begonnen is. En ze hebben gewoon allebei dus een heel groot geheim. En Penny vertelt op een gegeven moment, of Everly vertelt op een gegeven moment ook wel wat meer over haar leven. En hij helpt haar daar ook wel bij. Maar Nolan is helemaal niet echt open over zichzelf. En dat brengt best wel wat hobbels op de weg. En het is natuurlijk ook lastig omdat hij haar leraar is. En op een gegeven moment gaat ze zelfs ook niet meer naar zijn lessen toe. Zodat ze bij hem kan zijn. Maar ja, dat werkt ook niet echt helemaal. En uiteindelijk komen ze dan toch nadat zij haar studie heeft afgerond bij elkaar. En vertelt hij ook meer over zijn geheimen. En kunnen ze dat samen overwinnen. Ik ga je niet vertellen welke geheimen dit zijn. Want als je benieuwd bent naar wat er zich dan achter deze hoofdpersoon schuilhoudt qua geheimen, zou ik zeker zeggen, lees het boek zelf eventjes. Het laatste boek wat ik las is van E.L. Todd. En dit is het boek Door Jou. Dit boek, ik heb hier al vaker boekreviews over verteld. Maar in dit boek zijn Kaizen en Sky eindelijk weer bij elkaar. En ze zijn er eigenlijk beide over eens dat alleen een apocalyps hun nog uit elkaar kan drijven. Hun geluk duurt alleen niet zo heel erg lang, want Kaizen heeft een hele grote hekel aan Ward en Sky werkt elke dag samen met Ward. Hij heeft er gewoon heel veel moeite mee om beleefd te zijn tegen deze man. En Sky vindt dat Kaizen zich daar overheen moet zetten en dat ze zijn jaloezie ook eigenlijk niet zal pikken. Dus het is voor Kaizen echt een heel erg moeilijk moment om zich te goed te gaan gedragen, zodat hij Sky niet weer kwijtraakt door zijn jaloezie. Roland die staat ook op een groot kruispunt in zijn leven, want hij realiseert zich dat zijn gevoelens die hij voor Heath heeft platonisch zijn. Niet volledig platonisch zijn. Hij raakt best wel verward, want hij weet eigenlijk niet wat hij voelt. Hij is nog nooit op een man gevallen. Hij was altijd op vrouwen verliefd en hij vindt het heel raar. Hij weet niet wat hij met zijn gevoelens voor Heath aan moet. Maar een goede vriendin, Jasmin, die biedt haar hulp aan. Alleen haar woorden maken hem nog sceptischer over wat hij allemaal deed. Slate heeft inmiddels een rockband gevormd en gaan ze hun eerste album opnemen. En dan maakt een van de bandleden een smerige opmerking naar Trinity toe. En dan is Slate heel woedend en hij krijgt een waas voor zijn ogen en kan bijna zijn woede niet meer onder controle houden. Hij slaat hem eigenlijk gewoon recht op zijn gezicht. En dan beseft hij ook hoeveel hij eigenlijk van Trinity houdt. En voor het eerst vindt hij dat dan ook niet erg. Trinity woont ook het eerste concert van Slate bij. En ze vindt het wel een beetje moeilijk. Want heel veel meisjes voelen zich aangetrokken door Slate. Want ja, bij een concert de BH's en de slipjes die vliegen om zijn oren. Maar Slate die zingt dan een heel mooi nummer voor Trinity. En dat laat haar angsten ook wel weer verdwijnen. Thomas, die komt ook wat meer in beeld. Die probeert zich te verzetten tegen de gevoelens die hij voor zijn secretaresse heeft. Het wordt wel steeds moeilijker dan hij zich had gerealiseerd. Want zij is nou net de enige vrouw die hij wil, maar niet kan hebben. Want hij wil met niemand wat beginnen op het werk. Dus dat is best wel een lastig verhaal. Theo die wil het gaan goedmaken met zijn broer. Theo is de broer van Thomas. Er is vroeger heel veel gebeurd. En hij gaat bij hem langs
op kantoor met een zak koekjes. Maar Thomas is zo boos. En ja, ook al biedt Theo zijn excuses aan, Thomas kan ze niet accepteren. Uiteindelijk gaat Thomas er toch mee akkoord om een middag door te brengen met Theo. Zodat ze wat kunnen praten. Maar Thomas is niet van plan om hem te vergeven. Met Arsene gaat het ook beter. Hij kan eindelijk uit de gevangenis komen. Dankzij een van de vaders van deze vriendengroep. De vader van Sleet, die helpt hem erbij en zijn vrienden ook. Maar in plaats van zijn oude leven op te pakken van drugs en handelen en dealen, wil hij gewoon nu echt wat van zijn leven gaan maken. Nu hij Silke kwijt is, beseft hij ook hoeveel hij van haar hield en hoeveel hij haar nodig heeft. Hij gooit zijn leven onder een hele andere boeg. Alleen Ryan, de vader van Sleet en Silke, laat hem wel beloven dat hij bij Silke uit de buurt blijft. En dat brengt Arsene tot het besef dat hij heel erg hard moet werken om de toestemming van de vader van Silke en Sleet te krijgen om weer met Silke om te mogen gaan. Maar hij wil de uitdaging aangaan. Silke gaat ook naar een kunstexpeditie en expositie en wordt verliefd op een schilderij. Alleen terwijl ze naar de schilderij kijkt, wordt zij eigenlijk benadrukt door een vreemde man die geïnteresseerd in haar is. Hij bekijkt en behandelt haar op voor haar een volstrekt nieuwe manier, wat ze eigenlijk niet kent. Ze probeert hem af te wijzen en weg te lopen, maar ja, dat lukt eigenlijk niet. Deze man is vastbesloten om een date met haar te krijgen. Dus, en hij is ook de maker van de schilderij. Ik ben zelf inmiddels met het vervolgen weer van dit boek bezig. Ik heb hem bijna uit en ik vind deze boeken heel erg mooi. Het is soms een beetje lastig omdat het van de hak op de tak gaat. Maar ook de boeken van E.L. Tot zijn gewoon echte aanraders. Nou, dan waren dit alle boeken die ik alweer las van maart. Er zitten echt hele mooie boeken bij. Ja, ik ben zelf altijd heel erg benieuwd of jullie zelf ook van lezen houden. Of dat jullie dit soort boeken misschien ook aanspreken. Of dat je zelf een heel ander genre hebt aan boeken wat je mooi vindt. Kan natuurlijk allemaal. Ja, ik vond het weer hele mooie boeken. En ja, ik kan er ook zo weer op verheugen om dan weer in een nieuw boek te beginnen. En soms vind ik het ook wel moeilijk om weer even verder te gaan met een bepaald boek. Omdat ik dan even niet meer weet van hoe zat het ook alweer. Want sommige boeken zijn wat langer gelezen dan die ik gelezen had. Maar het blijven wel hele mooie boeken. Ik hoop in ieder geval dat je het weer leuk vond om te horen wat voor boeken ik heb gelezen en wat ik ervan vond. Ik wil je voor nu in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren. Dit kan er op het rondje met mijn gezicht te drukken, maar ook op mijn kanaal zelf. Daar staat een rode button en ook als je op het belletje klikt, krijg je een melding zodra er een nieuwe video verschijnt. Vond je deze video leuk, doe zeker even je duimpje omhoog. Bedankt voor het kijken en hoop ik je bij een volgende video weer te zien. Doeg!